Goedendag mensen, Robin hier van Alleen Aandelen. Vandaag kwam Elon Musk met slecht nieuws over Tesla. Ik ga vandaag in deze video bespreken wat hij precies heeft gezegd over Tesla en wat het met de aandelenmarkt gaat doen. Voordat we verder gaan met de video, abonneer even op dit kanaal en like die video. Ik wil nog even noemen dat ik geen financieel adviseur ben. Ik maak dit soort video's om jullie te informeren en ik hoop ook een klein beetje te vermaken. Elon Musk is met een bericht naar buiten gekomen dat hij verwacht dat hij met 10% de banen moet gaan schrappen binnen Tesla. Elon Musk wants to 10% job cuts at Tesla. Nou, dus dat is echt omdat hij een slecht gevoel heeft over de economie in de aankomende tijd. Dus dat is heel erg slecht nieuws voor de economie en voor het aandeel Tesla en voor aandeelhouders van Tesla. Want Elon Musk is reportedly looking to cut the Tesla workforce about 10%. Musk wrote he was looking at those cuts and had to a super bad feeling about the economy in an email to Tesla executives with the subject line, pause all hiring worldwide. Dat is dus stoppen met het aannemen van mensen wereldwijd of huren van mensen. Dat is dus slecht nieuws voor een groeiaandeel, want een groeiaandeel groeit. En nou, als jij groeit als bedrijf heb je over het algemeen ook meer werknemers nodig. Dus dit is niet zo'n heel goed teken voor het aandeel Tesla, omdat het een goede aandeel is. Dit betekent dus dat ze verwachten, Elon Musk tenminste, dat ze verwachten dat het aandeel minder had gaan groeien. Nou, Tesla is dus 3,3% naar beneden gevallen in de pre-market. Want de Amerikaanse beurzen zijn nog niet open om 2:00. He said before that he thinks that the economy is moving into a recession, but he also has tweeted, the contraction can serve an economic cleansing function. En ik denk dat hij hiermee bedoelt, is dat bedrijven die dus niet hebben geïnnoveerd, niet innovatief zijn geweest en achter zijn gebleven op de concurrentie, die gaan eigenlijk nu nog meer de prijs betalen. Want op het moment dat de economie dus dat het slecht gaat met de economie, kijk maar eens naar corona, wat dat met mensen heeft gedaan. Mensen moesten thuis blijven, mensen konden niet meer naar het werk toe. Toen heeft hij echt de big tech aandelen en heel erg veel innovatieve aandelen hebben hiervoor geprofiteerd, omdat zij heel erg innovatief zijn. Eigenlijk alles online doen. Kijk naar een Zoom bijvoorbeeld, heeft hij gigantisch van geprofiteerd. Het online werken. Dat zijn eigenlijk de bedrijven die problemen oplossen. Innovaties lost problemen op, zoals Cathy Wood van ARK Invest heel vaak zegt. En dat is echt gebleken met de coronacrisis. En ik denk dat Elon Musk dit ook bedoelt, dat we misschien wel weer een klein beetje naar een tijd gaan. Hè? Zeker met Rusland en Oekraïne. Er is straks heel erg veel kosten, hè? Inflatie. Heel veel dingen zijn heel veel duurder geworden. Nou, over het algemeen, hè? Innovatie lost problemen op. Innovatie, doordat jij bepaalde bedrijfsprocessen, bepaalde productieprocessen innoveert, wordt het goedkoper om producten te maken. En is het misschien ook wel mogelijk om in de toekomst om producten goedkoper aan te bieden. Nou, dat is denk ik wat hij bedoelt met de cleansing function. Bedrijven die ze niet hebben geïnnoveerd, die gaan hier de meeste voor betalen. Nou, Tesla heeft op dit moment 100.000 werknemers. Op het moment dat Elon Musk zegt dat ze 10% van deze werknemers gaan ontslaan. Dat is natuurlijk een gigantische hoeveelheid mensen. Ook al eerder deze week kwam de CEO van JP Morgan, Jamie Dimon, kwam ook al met de economic hurricane. Dat het dus ook slecht gaat met aandelen en met de hele economie in de aankomende tijd. En wat Elon Musk zelf ook al eerder deze week ook al aangaf, is dat hij verwacht van zijn werknemers dat ze echt 40 uur per week op kantoor zijn. En op het moment dat ze dat niet doen, dat ze ontslagen worden. Dat is eigenlijk wat Elon Musk de afgelopen week tot nu toe naar buiten heeft gebracht. Wat dus niet zo erg goed is voor aandeelhouders van Tesla of voor het bedrijf Tesla zelf. Dan gaan we even kijken wat het tot nu toe met de prijs van Tesla heeft gedaan. Nou, gisteren stond Tesla dus een goede dag, 4,5%. Ik denk dat iedereen, als je een goede aandeel zit, een goede dag heeft gehad. Zelf stond ik op een kleine 5% in de plus, dus echt een goede dag. Laten we even kijken naar de Europese beurzen. Tesla op dit moment vandaag min 5%. Tesla, groot bedrijf, min 5% is natuurlijk geen rare, geen hele hoge schommeling of hele lage schommeling. Tesla is het wel gewend, is wat schommelingen. Maar vandaag dus in de min. Tesla, groot bedrijf, zit in de S&P 500 en in de Nasdaq. Gaan we even kijken naar de Nasdaq, min 1%. Op het moment dat zo'n groot goede aandeel zegt dat het ze mensen moeten gaan ontslaan, dat het slecht gaat met de economie in de toekomst, is natuurlijk ook slecht voor de indexen. Gaan we even kijken naar de S&P 500. Daar zit Tesla natuurlijk ook in, min 0,63%. En gaan we even naar de
Nederlandse beurzen en Europese beurzen kijken, dan staan deze ongeveer gelijk in waar ze vandaag begonnen. Dus daar is niet zo erg veel aan de hand. Dit was de video. Bedankt voor het kijken. Wil je nog vaker dit soort video's zien en vind je de video's nou leuk? Like dan even zeker even de video en abonneer op mijn kanaal. Hey, zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer.